Dit is de camperplaats Bad Marienberg in het Westerwald. Interessant is bij deze camperplaats dat hier een therme is. Een therme noemen ze in Duitsland een overdekt zwembad waar je ook aanwendingen krijgt. Dus zo noemen ze dat hier, massages en fysiotherapie en dat soort dingen. Daar zit ook een heel groot saunacomplex in. En je hebt als camperaar heb je toegang tot al die faciliteiten. En als je meer dan 3 dagen hier bent, dan krijg je dan krijg je 2 kaarten extra. Hier staan ook stoelen, lichtbedden waar je gebruik van kunt maken. Daar staan strandkurben waar je gebruik van kunt maken. En ik zal even naar de achterkant gaan van dit mooie zwembad, de therme. Dit mag je dus gebruiken. En de tent wat je daarachter ziet, het witte tent, dat gebruiken ze zaterdags voor een grill barbecue feestje. Ben benieuwd, morgen is zaterdag. En direct bij de inrit of uitrit heb je de service. Je hebt hier 41 plaatsen. En het Westerwald, ja, waar ligt het? Het is in de buurt van het Sauerland in elk geval. Aan de ene kant kom je daar met autobaan 45. Dat is ook de autobaan die naar het Sauerland gaat, die langs het Sauerland gaat. Heb je aan de ene kant Sauerland, aan de andere kant de Westerwald. Maar je kunt ook de autobaan A3 nemen vanaf... Oberhausen richting Frankfurt. Je kunt aan de ene kant via Montabaur, dat is ook in de buurt van Koblenz, daar naartoe gaan, naar de Westerwald. En aan de andere kant via de A45 ga je dus via Siegen het Westerwald binnen. Dit is dus de voorkant van de camperplaats. Het Marienbad in Bad Marienberg. Wat heb ik betaald? €11,50. Maar ik ben alleen. Dus ik denk met 2 personen is het ietsje duurder voor een overnachting. En stroom moet je apart betalen. Maar je mag wel elke ochtend hier. Of ja, elke ochtend wanneer je wilt. Nee, niet wanneer je wilt. In de ochtend mag je gebruik maken van de douches. Hierachter is dus de ingang van de sauna, of meerdere sauna's trouwens. En dan mag je 's morgens gratis douchen. Als je anders in die sauna wilt, dan moet je een kaartje trekken. Dan kost dat geld. Nou, dat is allemaal direct bij de camperplaats. Je hoeft echt niet ver te lopen. En dit is het feesttent. Waarschijnlijk ook in de winter staat dat hier, vermoed ik nu. En ik ben benieuwd morgen de grillavond, de barbecueavond, wat het betekent. Even kijken wat er staat. Oh ja, dat is met braadworst. Nee, jij kent het wel. Steaks, braadworst, vom grill, kühle getränke. Zo, dat is morgen.